Goedemiddag, ik ben Ad Kolbergen, mede-eigenaar van Hortolanden Oude Tongen. Wij zijn een radijsbedrijf, wij telen jaar rond radijs. Dat betekent dat we 52 weken in het jaar elke dag verse radijsjes leveren aan de klanten. De groep Hortolanda bestaat uit drie bedrijven. Dat is het bedrijf in Oude Tongen waar we nu zijn, het bedrijf in Limburg, in Meldersloo, wat gerund wordt door de familie Cornelissen. En we hebben de familie Kolbergen, waar ik dus deel uit maak samen met mijn broer Willem-Jan. En de familie Cornelissen, die hebben in 2000 het bedrijf Hortolanda Borgo Grappa opgericht in Italië, waar we ook jaar rond de radijs telen. Gezond ondernemerschap is je ervan bewust zijn dat je onderdeel bent van de maatschappij. Met andere woorden, je bent niet een bedrijf wat op zichzelf staat, maar je werkt samen met partijen om je heen. Met je klanten, met je medewerkers, met je omgeving. Je daar bewust van zijn, daarnaar luisteren en naar jezelf ook luisteren, wat je daar zelf in wil. Dat is gezond ondernemerschap. Ja, Melchior die is als beoogd bedrijfsopvolger hier in Oude Tongen vanaf februari dit jaar. Hij is de oudste zoon van mijn broer Willem-Jan, die dus in principe de toko of het bedrijf in Italië hoofdverantwoordelijk voor is. En Melchior heeft besloten van nou, ik wil in ieder geval in de Oude Tongen starten of in de Oude Tongen me ontwikkelen. En ja, het is natuurlijk voor ons als bedrijf ontzettend leuk dat een van de kinderen echt heel erg veel zin heeft in het bedrijf. En ja, dat is natuurlijk ook weer de belangrijkste motivatie. Je moet er echt zin in hebben. Hey, het moet niet de motivatie zijn van ja, het bedrijf draait wel goed of dat is wel makkelijk. Hij heeft dat vanaf het begin af aan echt zin om in een tuinbouwbedrijf te komen. Dat is denk ik het belangrijkste. En dan, ja, dan wordt het ook wel wat. En voor ons en ook in Meldersloo, dus onze familie Cornelissen, die zit in dezelfde fase. Daar zijn ook kinderen die in het bedrijf komen. En dat is ook wel leuk dat wij een beetje gelijk oplopen met hun. En ja, dan ga je natuurlijk ook naar de toekomst toe. Ga je natuurlijk ook zeggen, ja, wat vinden de bedrijfsopvolgers, hè, de jonge lui, hoe zien zij het bedrijf in de toekomst? Hoe gaan zij met de drie locaties om? Gaan we intensiever nog samenwerken dan we nu doen? Blijven we op dezelfde manier doorgaan? En dat is denk ik voor ons ook, zeg maar, de iets oudere generatie heel leuk om te zien hoe zij dingen zien. En dat zij ook duidelijk hun visie daarover hebben. En ja, dan denk ik ook dat je dan gezamenlijk sowieso verder komt. En dat zij ook beslissingen nemen waar zij natuurlijk achter staan. We zijn hier bij Kolberg, is een familiebedrijf. Nou, de volgende generatie is al aan het warmlopen voor dit bedrijf. Maar wat je ziet is dat het bedrijf zoals het ooit ontstaan is, dat is alweer een ander bedrijf dan toen. En het wordt weer anders. Misschien dat we in de toekomst alleen nog maar met robots werken. Het helpt dus om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan. Wat wil jij in dat bedrijf? Wat is daarvoor nodig? Welke rol heb je daarvoor nodig? Welke competenties? En dat kan je natuurlijk alleen doen, maar dat kan je ook gezamenlijk doen. En daar helpt een programma als Next Entrepreneurship bij. Om dat met elkaar uit te gaan vinden. Om die reis aan te gaan. En ook, wat wil je daar zelf in? Wil je de manager zijn? Wil je de vakman zijn? Nou, dat zijn de vragen die daarin terugkomen. Ik denk dat de ondernemers in de glastuinbouw en sowieso in heel de landbouw ook in andere sectoren heel veel van elkaar kunnen leren. En eigenlijk mis ik dat de laatste jaren zelf wel, toch wel veel. In het begin, bijvoorbeeld in de radijs, waren heel veel verschillende telers. Dan liep je excursiegroepen, dat was natuurlijk altijd meer teeltgericht, maar je hebt het ook wel over andere dingen. Radijs is een hele kleine teelt. Wij zien elkaar bedrijven eigenlijk niet echt meer, omdat het natuurlijk ook wel enigszins concurrentie is. Maar je mist ook vooral, denk ik wel, het overal ondernemen in de glastuinbouw. Ik tenminste. En dan heb je natuurlijk wel een bepaald gemis dat je zegt van ja, ik wil daardoor gemotiveerd worden. En ik vind het leuk als ik eens, hetzij een potplantenteler of een snijbloementeler of een andere glasgroenteteler spreek, meer over het overal ondernemen in de glastuinbouw. En dat vind ik, en dat kan misschien aan mij liggen, maar dat te weinig gebeurt. Als je het hebt over Next Entrepreneurship, dan is het bij elkaar komen, gezamenlijk vaststellen wat zijn de vragen. Misschien heeft Ad of Melchior wel een hele andere vraag dan een andere ondernemer. Dat kan betekenen dat je een bedrijfsbezoek gaat doen, het kan een casus zijn, het kan theorie zijn. Dus het is maatwerk, zo'n programma. En dat ook wel heel leuk, hoe ga je ook dingen leren in andere sectoren? Innovatie komt vaak vanuit een andere sector. Een drone is al uitgevonden, alleen hoe pas je hem toe in de tuinbouw? Nou, dat is een voorbeeld, hoe doe je dat dan? Hoe doe je innovatie? We zijn hier gewend dat de veretelaar het voor je bedenkt. Maar misschien kan je het zelf wel bedenken.
Ja, wij zijn natuurlijk jaar rond bezig met die rode knolletjes. En uiteraard is het dan wel interessant van ja, kan je er nog meer mee? We zijn nu wel eens bezig dat we het loof ook, dat het wel eens in maaltijden wordt meegenomen. Hè. Nou, dat is ook leuk in het kader van duurzaamheid. Maar ook de radijs zelf, hè. Hoe gezond is nu een radijsje? Kijk, wij zitten allemaal, zeker nu met het coronavirus, heeft denk ik toch heel veel mensen die beseffen dat een goede weerbaarheid toch heel erg belangrijk is voor je lichaam en je gezondheid. En dan is het natuurlijk ook leuk voor ons nog meer om te kijken van joh, wat is nu zo specifiek aan radijs? We weten dat het gezond is, dat het veel vitamine en mineralen bevat en vezels. Maar wat zijn nu de exacte punten waarom radijsje zo gezond is en kunnen we dat er beter uitfilteren? En kunnen we daar ook misschien andere producten mee maken?